In april ga ik naar Nederland op mijn jaarlijkse verlof. En deze keer ga ik niet alleen, maar ik kom met mijn trio. Met Catherine, celliste, en Ira, pianiste. Dus we vormen een trio fluit, cello en piano. En we zijn uitgenodigd door de Near East Ministry, door de NEM, om te komen spelen op Onafhankelijkheidsdag, Yom Ha'atzma'ut. En dat zal zijn op het NEM-centrum in Voorthuizen. En verder hopen we te spelen in mijn gemeente en we hopen nog een aantal lunchconcerten te geven. In december hebben we een cd gemaakt met ons trio. De aanleiding was dat ik graag mijn supporters in Nederland wilde bedanken. Het is dus voor mijn supporters, maar het is ook om te verkopen. Dat zal ook via de Near East Ministry gaan. En het is om te geven aan mijn Joodse buren en collega's hier in Jeruzalem. Er staan een aantal klassieke werken op van Johann Sebastian Bach, een trio voor fluit, cello en piano. Ook de partita voor fluit solo van Bach. Verder Bohuslav Martino, dat is een Tsjechische componist. Hij heeft het net na de Tweede Wereldoorlog geschreven. En dat is een heel erg levendig stuk. Je hoort echt dat het leven wordt gevierd. Maar ook hoor je de moeilijke kanten van het leven hoor je erin terug. En het is een uitdagend stuk om te spelen als trio. Omdat het niet harmonisch echt een klassiek stuk is. Maar het is moderner. Alle stemmen lopen door elkaar heen. Het is ritmisch gezien echt een uitdaging. En verder staan er een paar Joodse liederen op die de connectie met het Joodse volk tot uitdrukking brengen. Dat is Hatikva, het Israëlische volkslied, en Osei Shalom Bimromav. Dat is een gebed dat God vrede mag maken voor Israël, zoals hij vrede maakt voor heel de wereld. En het lied Ruach, niet door kracht nog geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Ons trio is ontstaan in september afgelopen jaar, 2009. Catherine, die ken ik al een paar jaar. We hebben verschillende keren samengespeeld. Zij is een celliste, oorspronkelijk uit Engeland afkomstig. Ze heeft zo'n 5 jaar geleden Aliyah gemaakt. Haar kende ik al en ik was op zoek naar een pianist. En via een andere pianiste met wie ik samenspeelde, kreeg ik de naam door van Ira. En Ira is afkomstig oorspronkelijk uit de Oekraïne. En zij is hier ook sinds een aantal jaar. En het is een hele uitdaging, want Ira is een echte Russische pianiste. Catherine is een begaafde barokmuzikant. En ik ben een fluitist uit Nederland die heel breed geschoold is. Dus het was een uitdaging om tot één geheel te komen, maar we hebben elkaar goed gevonden inmiddels.